Ja, de attentheid, hoe ze op mensen reageren. Als je gewoon netjes behandelt, dan reageren ze heel scherp op je doen en laten. En dan voelen ze feilloos aan wat je van ze wilt. We zijn aangekomen bij Dirk-Jan Beierink. Ja, klopt precies. Ja, helemaal goed. Yes. Ja. Kun je wat vertellen over jezelf? Ik ben Dirk-Jan Beierink en ik kom oorspronkelijk uit Eemnes en ik woon sinds 2000 hier op Hemert. En wij een hackney-stal, zou maar zeggen. Okay. Met twee goedgekeurde hengsten. En vroeger heb ik wel in de tuigpaarden gezeten, maar ik denk vanaf mijn 19e ben ik met tuigpaarden begonnen. En toen daarna ben ik in 2004 overgestapt op de hackney's, omdat ik vond het toch ook mooi om te zien en het kwam op mijn pad, dus ik ben er maar mee begonnen. En wat vind je mooi aan de hackney's? Ik vind de attentheid, hoe ze op mensen reageren. Als je gewoon netjes behandelt, dan reageren ze heel scherp op je doen en laten. En dan voelen ze feilloos aan wat je van ze wilt, tenminste als je een goede hebt. Dit is Nicky uit Laren en dan kan ik wel zeggen dat eigenlijk mijn oogappel is. En daar is het met in de hackney's allemaal mee begonnen. En wat we in de hackney's nu bereikt hebben, dat hebben we aan deze pony te danken. Okay. Want hij is een keer kampioen geworden bij de dekhengsten van de hackney's. En hij is nou, we hebben in... 3 jaar geleden hebben we in Hoogland afscheid genomen met hem, omdat hij 16 jaar. En toen hadden we alles gewonnen wat er te winnen viel. En toen hadden we zoiets van, nou is het mooi de tijd, hij is nou nog wakker en scherp. En toen hadden we echt zoiets van, laten we hem nou maar afscheid nemen, want om nou nog... Dat vind ik wel, ik heb ook geen zin om zo'n pony waar je alles aan te danken hebt, om nou helemaal door te rijden totdat hij niet meer kan of niet meer wil. Ja. Ja. Dat is ook niet nodig. En dat is, daar zijn we nog steeds blij mee. Dus hij mag nou gewoon genieten van zijn pensioen. Oh, mooi. Want hoe oud is hij nu? Hij is nu, even kijken, hij is 17. Oh, oké. Yes. En dit is Plains Bow. Dit is onze grote maat, ook een goedgekeurde dekhengst. En die is sinds vorig jaar is hij voor het leven goedgekeurd. En bij de hackney's doen ze dat niet zoals bij de tuigpaarden op nakomelingen. Maar deze gewoon omdat hij zoveel jaar gedekt heeft en dat ze er goede nakomelingen van gekregen hebben. Dus die hebben ze eigenlijk gezegd van nou, we willen hem voor het leven goedkeuren, want we willen hem toch behouden voor de hackney fokkerij. Okay. En dat is met de kleine maat Nicky is dat ook zo, die is ook voor het leven goedgekeurd. Dus. De scheiding bij kleine maat en grote maat is, een kleine maat is van, de kleinste zijn rond de 1,23, 1,22 en dan is het tot de 1,40 is kleine maat en boven de 1,40 is grote maat. Okay. En alles wat boven die 1,40 zit is grote maat en of ze nou 1,65 worden of 1,67, dat maakt niet zoveel uit, maar dat gebeurt bij een hectie bijna nooit. Het grootste is... wat ik weet, ze me zeggen, dan ongeveer de 1,62, maar veel groter worden ze niet. Oké. Goed zo, Dirk! Hoi, richting de nakte, zeggen we Leon Emmers. We hebben ruimte volop hier in Bak de Past. Prachtig om te zien, de beste hackney's die we in Nederland hebben in de grote maat. Nummer 1 wordt gewaagd om zich achteraan op te stellen. Dank u. Goed zo, Dirk. Rustig blijven. Goed zo. De Lampetters gaan even binnenkomen. Misschien ook nog wel een leuk weetje om te weten, dames, dat het hier met de tuigpadfokkerij, dat het hier begonnen is. Met Oregon vroeger, die stond hier bij Kei aan de dijk. Oké, dus, we zijn eigenlijk op een bijzondere plek. Ja, misschien wel. Tuigpaardenplek. Ja. Dat is wel heel lang geleden, hoor, want dan was ik er ook nog niet. Nee. Maar de oude onder ons, die weten dat die wel. Die weten het nog. Dit is Betuwe's Magic Mystery. Dit is een kleine maat,
Dit is een zoon van Nicky uit Laren. En die hebben we zelf gefokt. En die komt uit de lijn van headliner van Werner Zweens. Oh ja. Dat is wel een goede, op zich wel een goede lijn. En dat kun je ook wel in zijn karakter ook wel terugzien. Het is een hele werkerige pony. Hoi. Hey. Ik kan hier de deur leggen. Deze deur is wel aan die grote is iets. Ja. Veller. Ja, dat kun je ook wel zien, hij wil er ook altijd graag uit. En dat vind ik ook belangrijk. Ze moeten wel karakter hebben van werken. Want als ze niet werken willen, dan kun je er ook niet zo heel veel mee. Wat vind je mooi aan deze hackney, Dirk Jan? Dit vind ik heel mooi, dat hij heel mooi zijn haal, zullen we zeggen. In het begin van het schoft gewoon zo helemaal in één lijn doorloopt. En daar kijk ik ook naar de verhoudingen. Dat is ongeveer, zeg maar, vanaf zijn oren tot dan hier, die verhoudingen zijn ongeveer hetzelfde. Dit is dezelfde lengte ongeveer, tot aan zijn schoft. En dan dit is ook ongeveer hetzelfde. En dan dit weer opmeet, tot daartoe, is ook hetzelfde. Dat vind ik belangrijk. Okay. En het emotionale van hem vind ik een beetje, dat hij iets... misschien iets te lang of iets te week in de rug is. Oké. Okay. Maar dat is, ja, dat zit hem ook weer in de genen, zullen we zeggen. Dat is ook niet, ja, zijn moeder had dat ook. En Nicky had dat als jonge pony ook een beetje. En dat is later met training, zullen we zeggen, helemaal uit. Want er kwam die bovenrugspier, dat is er helemaal opgekomen. En dat komt bij hem ook wel, maar dat duurt bij hem iets langer als bij een andere pony. Oké. Okay. Je kan ook bij hem wel iets zien dat hij ietsje terug hier eruit drukt. En dat doen we ook wel, zullen we zeggen, als we... De bouw doen we vandaag dan werken en dan doen we hij het dan een dagje vrij. Maar dan doen we ze er eigenlijk altijd wel even uit, even in de paddock of even, ja, even wat anders. Even, ja. Ze zijn natuurlijk de hele dag op stal. Ja. Wissel, dan geef ik de ene keer Nicky als eerste voer en de andere keer uit Bo als eerste en dan Huyder als eerste. Dat is een beetje afwisselen, niet dat de anders dan krijg je een beetje nijd onder me, een beetje voornijd. En dat, ja, die grote heeft nog wel ietsjes voornijd, maar de rest gaat eigenlijk wel mee. Ja, elke dag opvoedcursus. Ja. Dat wil jij vandaag eens laat vrouwen. Dirk Jan, bedankt dat we hier mochten komen en dat je wat wilde vertellen en laten zien over de hekken. Ja, wat leuk. Graag gedaan. Ja, een keer wat anders. Ja, dus is wat anders als andere dagvaarden of vriezen of dat. Dus, ja, het was leuk. Ja, mooi.